De wereld is in transitie. Uitdagingen op het gebied van onze stedelijke omgeving, gebouwprestaties, industriële processen en energie zijn aan de orde van de dag. Maar met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Hoe ziet de wereld eruit in 2050? Ik zelf denk dat de wereld er totaal anders uitziet, dat die veel meer verandert dan wij ons nu kunnen voorstellen. Hoe moet de industrie van de toekomst eruit zien? Kan je eigenlijk gebouwen, winkels, woningen inrichten dat ze eigenlijk telkens slimmer worden. Dat het lerend is, hè, een soort learning buildings, learning environments. Denk even aan de vergrijzing en de technologie die daar ook oplossingen bij heeft in de vorm van zeer geavanceerde scans en ook preventief ziektes ontdekken en daarmee ook de zorgkosten wellicht naar beneden brengen. Ik droom van een slimme wijk waarin we alle technologie hebben samengebracht, dus op een manier waar mensen blijer van worden. Ik droom nog steeds van een straat die alleen maar bestaat uit bakstenen die gloeien. Zowel de vloer als de wanden. En die dan aangestuurd worden door de mensen die er doorheen gaan. En die aan en uit gaan terwijl je langskomt. In een constant veranderende wereld bieden wij innovatieve en duurzame oplossingen. Die de dagelijkse leef- en werkomgeving verbeteren. Dat doen we in heel Nederland. Door lokaal dicht bij onze klanten te zijn. Samen op weg naar 2050.